Bij een ploeg zoals Diegem kom je natuurlijk ook veel uh, klasbakken tegen en ja, sommige van die klasbakken hier bij Diegem wonen eigenlijk, of zijn afkomstig, uh, van onze streek of van onze regio, meer bepaald Tiene uh, en dan kom ik bij Niels Struis die al ervaring heeft bij KVK Tienen ook in deze ploeg en uh, ja, hier nu bij Diegem speelt, hoe valt dat hier mee? Klopt, klopt. ik heb met Tiene gespeeld een jaar en dan ben ik naar, uh, naar Diegem verkast en ben hier heel heel content. Ik speel hier alles eigenlijk. en Ik voel me zeer goed met de club. Allemaal toffe kameraden. Ik zou het me niet beter kunnen wensen eigenlijk. Ja, je speelt hier dan op de rechterflank. Um, dus dan vorm je een tandem bij een andere tien-naar, veronderstel ik, he, Demi de Flem. Klopt, klop, ik ga ook altijd met Demi naar hier. Dus carpoolen is zalig. Zo wisselen we altijd elkaar af met rijden. Dus dat is ook een enorme last van je schouders, dat je niet altijd het stukje alleen naar hier moet rijden. Dat is ook een goede vriend ondertussen geworden, want samen fietsen en, ook en zo. Dus uh, zeer tof om samen met Demi. En ja, ik heb vorig jaar ook veel assistent aan Demi kunnen de, uh, leveren. En hopelijk dit jaar gaat dat uh, gewoon door aan de lijn doortrekken. Ja, dan kom ik bij een uh, nieuwkomer bij Betekom. Ja, ik ga beginnen met de nieuwkomer zich eens uh, te laten voorstellen. Uh, hallo, ik ben uh, Jits Hermans, ik ben 25. Uh, ik ben afkomstig van uh, Erpskerps, Kortenberg. Uh, ik kom van Betekom en ik ben een links, uh, linkse verdediger, centraal of op de flank. Ja, als ik uh, de trainer mag geloven, moet uh, Jits een serieuze versterking zijn in het uh, centrale compartiment, compartiment van uh, Diegem. Ja, ik probeer toch mijn, mijn best te doen. Hij heeft ook mij een beetje die verantwoordelijkheid toege, toegeschoven, om toch een beetje de leiderfiguur uh, te worden. Dus uh, ik, uh, ik doe mijn uiterste best om die, uh, die taak te volbrengen. Ja, waarom heeft hij Iets eigenlijk gekozen voor die? Wat maakt de club zo aantrekkelijk? Ik heb hier uh, als jonge gast uh, drie jaar in de jeugd gevoetbald. Dus ik kende het huis een beetje natuurlijk. Uh, dus ja, voor mij was het cirkel een beetje rond om hier terug te komen in een eerste ploeg. Uh, gevoel de stabiliteit, gevoel de spelvreugde die, dat er, die dat er afstraalt. De professionalisme van de club. Uh, dus ja, dat maakt eigenlijk alles af hier in Diegen. Ja, Niels, hoe is het uh, afgelopen seizoen eigenlijk uh, gelopen hier in Diegen? Op het begin uh, was het een beetje een moeilijke start. Met uh, een paar uh, verliezen. Maar daarna hebben we ons zeer goed herpakt. En uh, waren we zelfs op een bepaald moment vierde of vijfde. En uh, dan plaatsen we terug een klein dipje. Maar al bij al hebben we een redelijk goed seizoen gespeeld. Want we hebben ook uh, veel blessures gekend. En uh, dit jaar hebben we ons zo uh, versterkt, vind ik ook. Je ziet ook direct op training: de intensiteit, de kwaliteit uh, meteen naar omhoog. En uh, ik denk dat uh, we wel goed mogen mikken dit jaar. En een uh, goed seizoen te moeten gaan gaan. Ja, jij. Je komt in een nieuwe ploeg terecht, nieuwe trainingsmethodes. Is dat een uh, groot verschil werken onder Nico in vergelijking uh, met Betekom? Ja, uh, ik ken Demi de Flem kende ik ook goed. Uh, ik had ook al bij mijn wedstrijd geïnformeerd hoe de trainingen en de voorbereidingen eraan toe gingen. En hij had me wel gezegd dat het uh, dat redelijk pittig is, maar uh, dat heeft mij niet, uh, geen schrik aangejaagd om hier te komen tekenen. Uh, dat gaat u als voetbal, voetballer alleen maar beter maken. En uh, ik ben er zeker van dat die resultaten gaan volgen tijdens het seizoen. Ja, die uh, seizoenstart zit er inderdaad aan te komen. Ja, wat, uh, mogen we verwachten van, allee, wat mogen we dit seizoen verwachten bij die? Allereerst uh, zondag tegen Aalst. is een goede meetpunt. Uh, Om te zien waar we staan tegen een goede ploeg uh, van tweede amateur. En uh, dan ja, gaan we zien match per match en uh, elke match proberen te winnen. Van iemand schrik te hebben en uh, in je eigen kwaliteiten uh, te geloven. Ja, Welke ploegen verwachten jullie eigenlijk bovenaan? Uh, ja, ik denk dat de coach het al gezegd heeft. De ploegen met de grotere budgetten had er wel wat, wat geld tegenaan smijten. Uh, Belicia Lira Liersen. Uh, ik onderschat de die, die jeugdploegen van de eerste klasse ook helemaal niet. Ik denk dat dat wel allemaal goede voetballers zijn. Uh, maar ik kan niet echt iemand uh, typen die dat zegt. van Die gaat bovenaan spelen. En ook hetzelfde van onder. Ik zou niet weten wie dat er van onder gaat, gaat eindigen of spelen. Dat gaat eigenlijk uh, week per week. Moeten we bekijken en uh, gewoon ons stinkende best doen. Ja, ik voel wel dat vertrouwen hier groot is, dus ja, Diegem gaat wel gewoon de eer van Brabant hoog houden en verrassen het seizoen. Daar gaan we voluit vooruit gaan, hè. dus daar gaan we proberen natuurlijk uh, zo hoog mogelijk te eindigen en uh, volop voor te gaan. Ja, dan heb ik nog een laatste vraagje waar ik altijd mee afsluit. Ja, hoe zit het met de persoonlijke ambities? Wat hoop jij nog te bereiken hier uh, bij Diegem of misschien richting de toekomst? Uh, bij Diegem, ja, sowieso een, een goed seizoen draaien, veel plezier hebben, uh, veel matchen winnen. Uh, veel kameraadschap, dat is voor mij, uh, zijn voor mij de puntjes die belangrijk zijn dit seizoen en in de toekomst zien we wel. Uh, ik ben hier heel gelukkig. Ik heb al, korte, allez, al veel vrienden gemaakt op korte tijd, dus uh, voor mij hoeft er uh, momenteel niks anders. ja Een uh, tienenaar, Niels, hoe zit dat bij u? Bij mij ook, ik ben vooral namelijk weggegaan van tien omdat ik uh, meer hou spelen en uh, daar heb ik hier ook uh, meer spelen kansen en uh, daar ben ik ook uh, zeer dankbaar voor en ik wil uh, graag zoveel mogelijk nog groeien en door te spelen natuurlijk en uh, dan uh, ja, in het vervolg misschien binnen een paar jaar of zo misschien hoger naar de eerste amateur terug te gaan. Maar uh, daar kijk ik niet te veel naar, uh, dus gewoon nu mijn best doen de tweede amateur bij Digim en uh, gewoon zien wat er komt. Oké okay, jongens, dan wens ik jullie heel veel succes bij Digim komend Seizoen. Dankjewel.